Je hebt, je kan zeggen, drie soorten projecten. Je hebt projecten die je in eigen beheer kan uitvoeren. Dat wil zeggen, je hebt de menskracht, de kunde, de deskundige, het zwaar materieel eventueel. En de materialen die je nodig hebt om een bepaald project te kunnen uitvoeren. Dat is één, eigen beheer. Wij doen dat. Zelfstandig, we zijn dan niet afhankelijk van Paramaribo. Dan heb je dan de onderhandse aanbestedingen. Dat heeft te maken met calamiteiten. En nu is het tot plafond 1 miljoen 500 SRD. Dat je dan onderhandse vergunning kunt verstrekken. Met toestemming natuurlijk volgens de procedure. Maar het moet een calamiteit zijn, een noodzakelijke aanpak zijn. Alles wat daarboven gaat, moet een openbare aanbesteding zijn. Gaat het over 1.500.000 of? 1.500.000, ter verduidelijking. En alles wat daarboven gaat, is officieel een openbare aanbesteding bij verplicht te houden. Maar tot na die 1.500.000 moet noodzakelijkheden wel bewezen kunnen worden. Dat een dambreuk bij deze of wat dan ook calamiteit. Dan mag je daarmee spelen, want dat is noodzakelijke aanpak. Maar je begrijpt, dat zijn de regels waaraan je moet houden. Het andere is dit, meneer Farma, dat het hele probleem ligt aan de bepaalde ambtenaren die met een petje ernaar gooien. Opzettelijk, en soms zit het in hun cultuur om zo te werken. Dat ze stukken, belangrijke projecten die goedkeuring nodig hebben, zij moeten screenen, laten liggen in een lade, een paar maanden. En als je belt op persoonlijk gaat, dan zeg je, oh ja, per ongeluk, ik had het hier gezet. Maar als we er even ervan uitgaan, Owe Nikeri, die heeft genoeg werknemers, neem ik aan. Kunnen we daarmee niet van wel steken? Nee, meneer Farma, u mag weten, binnen de ongeveer 2 jaren dat ik hier ben, bijna 30 mensen zijn met pensioen gegaan. U begreep, je kreeg een gebrek aan chauffeurs. Je kreeg een gebrek aan zwaar materieel operators. En je begreep, je moet groot rijbewijs ook hebben om zwaar materieel te besturen, et cetera. En die problemen beginnen toe te nemen. Het andere is dit, dat u begreep dat er vergrijzing al is ontstaan. Gemiddelde leeftijd hier van een medewerker is 45 en ouder. U begreep, we werken nu naar pensionering van nog 20, moet ik zeggen, naar 2014. Voor de verkiezing denk ik dat bijna 20 mensen weer met pensioen gaan hier bij openbare werk. Er is nu dus de tijd aangebroken dat er personeel geworven zou moeten worden voor Owe Nikeri. Is noodzakelijk. Is noodzakelijk. Echt meneer Farma, afdeling verkeer noodzaak, afdeling garage waar men chauffeurs nodig heeft, afdeling zwaar materieel waar zwaar materieel bestuurd moet worden door mensen met een groot rijbewijs. Ervaring schort eraan, de mensen die ervarend waren, zijn met pensioen gegaan. Je weet, ambtenaren hebben een attitude van niemand leren wat ik weet. En gaat zo iemand met pensioen, meneer Farma, zit je daar met een gat, dan moet je weer iemand plotseling zetten om te leren omgaan met een draglijn en met een grader. Dat is me ook overkomen hier. Ik heb mijn heel beleid gericht nu op hoogstens 3 mensen op een afdeling moeten weten hoe om te gaan met een bepaalde onderwerp of verantwoordelijkheid van een bepaalde afdelingshoofd. Als we ervan uitgaan dat op het departement Nikeri bijkans 30 mensen het veld ruimen vanwege de gepensioengerechtigde leeftijd, hoe denkt u invulling te geven aan deze gap? Meneer Farma, creativiteit. U mag weten, ik schroom ook niet om achter een stuur te zitten als het moet. Ik speel de grote baas hier, maar het probleem ontstaat. Laat iemand met verlof gaat of ziek kwam te zijn op een bepaalde dag. Dan zit je helemaal zonder een bepaalde bevoegde persoon om je zwaar materieel te opereren en het werk dat je hebt gepland voor die dag komt uit te vallen. Wat heeft uw meerdere, zijn die we hiervan op de hoogte en wat is de reactie vanuit die zijde? Alles, meneer Farma, is mijn plicht. Toen ik hier kwam heb ik een evaluatie gemaakt van de personeelsleden die we hier hebben. De mensen die met pensioen gaan, dat is management. Je begint te plannen een jaar van tevoren hoeveel mensen gaan uitvallen, etc. En welke gaten er ontstaan. Maar openbare werken hier, sectie Nikeri, is echt vergrijzing. Dat is punt uit. Ik heb onze assembleelid, meneer Doekie, ook ervan op de hoogte gesteld. Paramaribo heeft een hele evaluatieverslag van mij, personeelszaken. We beginnen mensen die overplaatsing willen hebben, een beetje de voorkeur te geven. Want dat is sneller, die persoon is van een ander ministerie. Vraagt naar overplaatsing, dat is eerste prioriteit. Totdat wij groen licht krijgen om een paar nieuwe medewerkers in dienst te nemen. Ik zeg van, is noodzakelijk.